Minister Blok van Wonen, viel het mee of viel het tegen? Het beeld is natuurlijk toch dat er heel erg veel is misgegaan in de corporatiesector en dat huurders daar de rekening van hebben moeten betalen. En dat valt niet mee, dus daar moeten we ook dringend gaan optreden. U zegt in uw voorstellen, de corporaties moeten terug naar de kerntaak. Van Vliet zegt dat ook. Wilt u hetzelfde? Ik constateer inderdaad, ik heb natuurlijk het rapport pas kort kunnen lezen, dat ook de commissie zegt, corporaties zijn er niet voor commerciële avonturen, niet om dure schepen te bouwen, maar die zijn er voor goede huisvesting voor mensen met een kleine portemonnee. En dat is precies wat ik wil. Toch gaat de commissie veel verder. Die zegt ook, die corporaties moeten ook terug naar gemeentelijk niveau, hooguit regionaal. Zou u daarmee willen werken? Sterker, in het wetsvoorstel wat in de Kamer ligt, geef ik ook aan dat gemeentes een veel grotere positie moeten krijgen. En dat inderdaad ook de schaal van een corporatie weer moet gaan overlappen met hun natuurlijke werkgebied. En de huurders? De huurders mogen niet meer de schade ondervinden van megalomale plannen. En de huurders moeten natuurlijk ook goed betrokken worden bij het beleid. Moeten bijvoorbeeld ook commissarissen kunnen benoemen. En ook dat zit in het wetsvoorstel wat in de Kamer ligt. U wilt hetzelfde? Nogmaals, ik herken heel veel van wat ik zelf wil en dus ook aan de Kamer al heb voorgelegd in het rapport. Ik heb pas heel snel kunnen doorlezen, dus ik ga nog eens goed kijken of er nog extra onderdelen in zitten waar ik ook mee aan de slag kan. Maar de richting die we in willen, corporaties terug naar de kerntaken, scherp toezicht, die richting, daar zijn we het over eens. Dat scherpe toezicht zou georganiseerd moeten worden door een woonautoriteit. Weg van het ministerie, weg bij u. Op dit moment is er een onafhankelijk toezichthouder en het is ook goed dat toezicht onafhankelijk is en blijft. Maar dat toezicht heeft niet gefunctioneerd, constateert de commissie. Dat klopt, dus vandaar ook dat ik voorstellen doe om dat toezicht, maar ook het functioneren van het eigen ministerie en het toezicht binnen een corporatie, om dat aan te scherpen, maar toezicht moet onafhankelijk zijn. Wat de commissie daarmee bedoelt is ook een toezichthouder, één toezichthouder, geen twee, ook niet drie, die ook tanden heeft. Ben ik het mee eens. Een toezichthouder moet tanden hebben. Ik heb de toezichthouder die er al is ook recent grotere bevoegdheden gegeven. Dus ook daar herken ik heel veel in de aanbeveling van de commissie. In alles wat er in de afgelopen 20 jaar fout gegaan is, zouden ook bestuurders zich dat moeten aantrekken, constateert de commissie. Doet u dat? Natuurlijk, ik ben de verantwoordelijke minister en de woningcorporatie en betaalbaar wonen zijn een heel belangrijk onderwerp. Vandaar ook dat ik heel snel na mijn aantreden gezorgd heb dat er wetgeving kwam. Die ligt ook klaar in de Kamer. Dus ik ben ook heel blij dat nu het rapport van de enquêtecommissie er is. Ik snel met de Kamer het afronden van die wet ter hand kan nemen. U draagt ook verantwoording voor alles wat uw voorgangers hebben nagelaten. Dat is ook de reden dat ik nu als verantwoordelijk minister heb gezorgd dat ik echt zo snel mogelijk die maatregelen in de Kamer klaar heb liggen. Omdat ik wil dat er een eind komt aan de misstanden en de corporaties hun goede werk waar ze voor zijn, en gelukkig hebben heel veel corporaties ook gewoon goed werk gedaan, dat goede werk weer gewoon kunnen gaan doen. En helpen de aanbevelingen van deze commissie daarbij? Die aanbevelingen helpen zeker, omdat ze echt de goede kant op gaan. Terug naar de kerntaken, scherp toezicht, geen megalomane avonturen, geen commerciële avonturen. Dus dat is ook precies waar ik mee aan de slag wil. Het was nog harder dan ik verwacht had. Je ziet echt vandaag dat het failliet van de zelfregulering en organisaties en branche die zelf voor zichzelf goed gezorgd heeft, maar met geld heeft gespeeld, heeft op heel veel plekken is verkwist. De conclusie vandaag is failliet van de zelfregulering. Als je het allemaal zo achter elkaar ziet, dan is het toch nog even schrikken. De een koopt een stoomboot, de ander speelt voor Sinterklaas. Maar ik ben blij met de adviezen van het rapport. De old boys samen met banken zichzelf hebben kunnen verrijken en de huurders nu moeten bloeden. Dat politici, bestuurders en toezichthouders hun hele belangrijke maatschappelijke publieke taak zwaar hebben verwaarloosd. Ja, indrukwekkend als je het allemaal op een rijtje ziet. Je ziet dat dan allemaal hier gebeurt, is bijna 3 miljard euro aan publiek geld door het putje gespoeld. Dat is heel heftig. De conclusies zijn hard, maar we hebben allemaal het afgelopen jaar al kunnen zien uit de verhoren en daarvoor wat er allemaal misgegaan is. Dus dat wisten we eigenlijk wel. Ik focus me meer op de aanbeveling om ervoor te zorgen dat we over 10 jaar niet nog een keer hier staan en weer allemaal heel geschokt zijn. Toch heeft iedereen boter op zijn hoofd. Ja, iedereen heeft boter op zijn hoofd. Daarom moet er ook nu snel wetgeving komen. Die ligt al gelukkig in de Kamer. We gaan deze aanbevelingen daarbij betrekken. Wat ons betreft 2 hele duidelijke aanbevelingen. Veel meer macht aan de huurder. Dat moet in die wet goed geregeld gaan worden. En meer macht aan de overheid. Omdat die zelfregulering, die werkt niet. Er moeten duidelijke regels gesteld worden. Corporaties werken met heel veel geld dat gegarandeerd, geborgd wordt door de overheid. Dus hoort het ook zo dat de overheid goed toezicht uitvoert. Terug naar de kerntaak, zegt Van Vliet. Exact, terug naar de kerntaak is heel belangrijk. Dus gewoon doen waar je voor bent. Namelijk goedkope woningen bouwen voor mensen
mensen met een lager inkomen. Laat dat nou de hoofdactiviteit van woningcorporaties zijn en geen gekke avonturen meer. Ze moeten niet te strak aan de teugels. Nee, die terug naar de kernactiviteit, die beweging, die snappen we. Maar tegelijkertijd moet er ruimte zijn om in regio's, bijvoorbeeld de krimpregio's, waar weinig marktpartijen nog iets willen doen, of geen marktpartijen zelfs, dat daar coöperaties onder bepaalde waarborgen uiteraard ook die activiteiten kunnen blijven oppakken. En natuurlijk een enorme versteviging van toezicht. Zowel de commissaris als een krachtige toezichthouder. Nou, daar kunnen we wat mee. Minister Blok zegt, ik wil het eigenlijk liever onder mijn eigen ministerie. Nou, dat is niet onafhankelijk. En de woningcorporatie zegt, doe maar meerdere toezichthouders. Nou, dan heb je weer versnippering. Nou, D66 zegt nou juist, en de commissie nu ook, doe nou één sterke toezichthouder, zodat corporaties gewoon zich aan hun kerntaak houden en huurders niet meer onnodig hoeven te betalen voor fouten van bestuurders. Er zijn ook heel veel bestuurders en corporaties die het wel goed hebben gedaan. Maar het systeem aan zich faalt. En de partijen die vanaf 1994 systematisch hebben weggekeken, hebben genegeerd, geweigerd hebben om fundamentele veranderingen aan te brengen na de verzelfstandiging, die mogen zich dit ook aantrekken. Die moeten zich schamen, denk ik dan. Ja, ook zou ik wel doen, ja. In lijn met uw betoog? Zou ik zeker wel doen, ja.